Dit schilderij is een portret van Sergej Diaghilev. De grote motor van verandering aan het eind van de 19e eeuw in Rusland. De periode waarin onze tentoonstelling begint. Hij is hier geportretteerd door zijn vriend Baks. Een van de leden eigenlijk van zijn kunstenaarsvereniging. Die heet De Wereld van de Kunst. En zij wilden die kunstwereld in Rusland veranderen. Ze wilden dat die multidisciplinairder werd. Dus dat muziek, theater een rol zou gaan spelen in de beeldende kunst. Of dat die meer zouden gaan samenwerken. En ze wilden zich losmaken van het academisme waar Rusland, vonden zij, toen in verzonken was. En ze keken veel naar Europa, maar ze keken ook naar hun eigen volkse achtergronden. En hier zie je hem. Eigenlijk als een 19e eeuwse dandy afgebeeld. Hij wordt vaak een soort modernist genoemd, een beeldenstormer. Maar als je hier naar hem kijkt, dan is het juist iemand van het Russische verleden. En dat is een ironische blik eigenlijk op deze figuur. Je ziet hem ook met zijn Nyanja afgebeeld, heel bewust. Omdat je Nyanja het symbool is van het oude patriarchale Rusland. En hier wordt die beeldenstormer Diaghilev neergezet als een oude Russische barin, als een Russische aristocraat. De voedster, het kindermeisje, dat eigenlijk in een Russisch aristocratisch gezin altijd aanwezig was, die de kinderen echt opvoedde, veel meer dan de moeder. En die oude manier, die zie je hier nog in voorbeeld. En die Nyanjas die bleven vervolgens hun leven lang zo'n aristocraat dienen. Dus totdat zij zelf stierven, bleven ze bij die man. Ja, en dat is een echt 19e of zelfs 18e eeuwse setting eigenlijk, die we hier voorbeeld zien. In dit schilderij zie je twee worstelaars bezig. En kunstenaars in die tijd waren erg geïnteresseerd in het primitieve, in het dierlijke bijna, in directe emoties. En ze vonden dat de samenleving te beschaafd was geworden, te fijngevoelig, dat er geen ruimte meer was voor de meest primitieve emoties en de meest primitieve invloeden in een menselijk wezen. En dat wilden ze in schilderijen laten zien. Dus ze gingen op zoek naar allerlei grove thema's, zou je kunnen zeggen. Thema's die uit het volk komen, de onderste lagen van de maatschappij. Dat wilden ze laten zien om die primitieve kracht daarvan, als het ware, naar voren te brengen. En wat mooi is aan dit schilderij, is dat niet alleen de voorstelling zo'n grove scène is uit de onderkant van de samenleving, maar het is ook op een hele vette manier geschilderd. Hè? Dus zelfs de manier van schilderen reflecteert die wens naar een directe emotie en naar het primitieve. Dus met hele vette klodders is die verf neergezet en daarmee is dat hele schilderij opgebouwd. En het wordt inderdaad een samenballing van energie. Die twee worstelende figuren die lijken samen te vallen met die verf. En die echt één klomp menselijke energie. Heel, heel dikke lijnvoering, hè? Alsof van simpele voorstellingen, bijvoorbeeld van volkskunst. En daar zag je ook dat die grote dikke lijnen en niet het verfijnde, niet dat superrealistische van de schilderkunst voor hen.